Ja, iedereen is bezig nou met die boerenstaking. Ja, van vrijdag. Ja, oh. Ik bedoel, en die vlag op zijn kop. En heb je, maar los daar even van. Heb je, Rutte, die ging ineens babbelen. Ja, met de boeren. Ja, een beetje laat hoor, Rutte. Ja, dat had al lang veel eerder gemoeten natuurlijk. En nu begint weer... Er zijn twee gemeentes, geloof ik, of een paar, en Rijkswaterstaat. En die beginnen overal die omgekeerde vlaggen, ondersteboven vlaggen, weg te halen. Nou zeg, waar slaat dat op? Laat de mensen protesteren, weet je wel. Mensen hebben er genoeg land in nood, zeggen ze. Dus, hup, dan gaat het omgekeerd. Dan wordt het blauw-wit-rood. Dat hebben de mensen nu besloten. En... ik, vrienden, ik ga dat steunen morgen. Ik heb gezocht overal hier in Spanje. Ik kon nergens een Nederlandse vlag vinden. Nee, ik kon hem niet vinden. Dus ik ga het op mijn manier doen. Let op, dit is gewoon, ja, de lamp bij ons in huis. Hier, kijk, dit is de lamp, hè. Die staat gewoon normaal, staat die zo, hè. Ja, hoppatee. Maar, morgen gaat die zo, hè. Hup, ja, kijk, hup. Zo, dat gaan wij doen met de lamp morgen. Ondersteboven. En deze. Ja, dit is natuurlijk een kleinoot voor mij. Ja, dit is natuurlijk geweldig. Klein regenjasje. Maar, dit gaat morgen. Ja, dat kost me moeite, maar dat ga ik wel doen. Morgen gaat het regenjasje. Hop, gaat gewoon morgen op zijn kop. Ja, zo hangt die morgen in huis hoor. En deze vriend hebben we. Ja. Die gaat er morgen ook aan geloven hoor. Ja vrienden, we moeten het gewoon doen. Maakt niet uit. Als je geen Nederlandse vlag hebt, ook in Nederland, het maakt niet uit. Dan zet je iets anders op zijn kop. Laat even weten dat je een beetje klaar bent met dat kabinet, ja. Dus hup, die klok die gaat gewoon zo op zijn kop morgen de hele dag. Ja, ja, ja. En ik heb natuurlijk gezocht, nou, wat kan je nog meer op zijn kop zetten? Toen kom ik bij mezelf uit. Ik denk, ja, ik ga op mijn kop staan. Nou ja, dat heb ik geoefend hier. Tegen die muur aan, zo. Hup, handstandje geprobeerd. Nou ja, vrienden, hey, ik ben geen slangenmens, hè. Hey, dat weten jullie, stijf als een hark. Dus ja, hup, ik kwam halverwege en boom, klapte ik zo neer. En hup, mijn rug en alles. Ik denk, nou, daar ga ik niet aan beginnen. Op mijn kop staan. Nee, dus toen dacht ik, ja, hoe kan ik dan toch op mijn kop gaan staan? En toen kwam ik, tadaa, daar kwam die. Ik denk, die gaat hier in die camera. En kan ik de camera op zijn kop zetten natuurlijk. Nou vrienden, let op hè, let op. Ja, daar gaan we hoor. Ja, 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 ja. Hé, hey, ja, staat er hier eentje op zijn kop? Ja, precies. Hé, hey, Mark Rutte, dit is het. En onthoud het goed. Nederland staat even op zijn kop.